De spotverkiezingen over 2014, dit jaar in de Kroon. Dat belooft een heel mooi spektakel te worden. Dat was het ook eigenlijk. Sportvrijwilliger, sporttalent, sportploeg, sportvrouw en sportman. En deze bokaal, dit wint de sportman onder andere. En wat is er mooier dan deze in je huiskamer te hebben staan. Het was een hele mooie avond. En Hoi Televisie maakte deze special voor jullie thuis. Kijk maar even mee. Jeffrey, wat verwacht je vanavond? Ja, in principe weet je natuurlijk niet wat je moet verwachten. Nu weer een nieuwe locatie voor de spotverkiezing en ik ben weer genomineerd. En we gaan het gewoon zien, ik heb geen idee, ik ben benieuwd. Ja, ik verwacht een gezellige avond, maar kijken wat het uitbrengt. Hè. Dus goede tegenstanders met mooie prijzen. Ja, ik heb geen idee. Ik heb gewoon mijn best gedaan op de wedstrijden. En eerlijk gezegd, ik heb nog niet helemaal gezien wat mijn concurrenten zeg maar, zijn, mijn collega's, sporters. Maar dat het in ieder geval een hele leuke avond wordt. Nou, dat het een hele leuke avond wordt en ik hoop dat het gewoon leuk wordt, ja. Nou, het lijkt me heel leuk. Het is me nog nooit eerder overkomen, dus ik weet niet wat ik kan verwachten. Het lijkt me wel heel leuk. Ik verwacht natuurlijk dat we winnen, maar het is sowieso wel een eer om hier te mogen blijven staan. Om hier te mogen verschijnen en dat onze naam wordt genoemd. Ja, het wordt spannend. We hopen dat we natuurlijk sportploeg van het jaar worden bij bijzondere sporten. Ik verwacht een hele gezellige en ik hoop natuurlijk op een goede uitslag voor de meiden. Een leuke en sportieve avond met z'n allen. Ruud en Matthijs, hoe schatten jullie vanavond jullie kansen? Ja, ik zeg 50%. Ik ook. Zoiets, 50%. Je hebt hem of je hebt hem niet? Ja, ik heb geen idee. Ik zie wel wat er komt. Ik heb geen verwachting, dus we zien wel. Ik verwacht een hele mooie avond met heel veel mensen die heel enthousiast zijn. Ja, Henk, spotverkiezingen over 2014 in een mooie nieuwe locatie, de Kroon in Hellendoorn. Ja, mooie nieuwe locatie. 125 jaar oud is de Kroon. Hè? Dus, maar goed, dit is voor ons hier de eerste keer. We zijn eindelijk in het moederdorp, altijd in Nijverdal geweest. Dus wie weet wat ons overkomt, zien we vanavond. Welkom bij de demo van Tabernon Zwolle. We zijn een kickboxschool uit Zwolle. Tabernon staat voor Thaiboxing Noordoost-Nederland. En we willen jullie graag laten zien wat een mooie sport kickboksen is. Albert Tussenveld, Lussenveld. Voor de jury is het duidelijk dat Albert Lussenveld op een bijzondere wijze het belang van de sport heeft gediend. Er is al jarenlang sprake van een opmerkelijke en positieve inzet binnen de fietscrossvereniging De Logsprinters. Hij is een begrip geworden binnen de fietscrossvereniging. Dan word je genoemd als de winnaar. Wat gaat er dan door je heen, Albert? Ja, nou, toch erkenning van al je werk. Je hebt het eigenlijk helemaal niet door dat je zoveel doet. Maar er wordt opgenoemd en dan is het toch een heel leesje wat je dan toch allemaal doet. Lynn Jordan. Lynn Jordan is een zwemster met toekomstperspectief. Zij werd eerst op het Nederlandse kampioenschap op de 50 meter vrije slag en op de 100 meter schoolslag. Verder is zij derde geworden op het Nederlandse kampioenschap op de onderdelen vrije slag, wissel en vlinder. Deze prestaties geven haar veelzijdigheid aan. Lynn, gefeliciteerd. Dankjewel. Wat gaaf, of niet? Ja, heel erg. Ik had het niet verwacht. Kun je een moment nog eens terughalen op het podium? Ja, ik stond daar en ik dacht dat het hockeyteam zou winnen. En dat was echt een hele grote verrassing. Ik had het echt niet verwacht. Andere sporten, ultimate stunt, square schaak. De stunt zeer geroepen werd Europees en Nederlands kampioen in de categorie senior al girl.
Zo, dames, van harte geluk gewenst. Waren jullie ook verbaasd dat jullie het hebben gewonnen? Ja, eigenlijk wel. Ja, we hadden het gehoopt en ook met onze prestaties hadden we het wel een beetje kunnen verwachten. Maar toch was het wel een hele eer en bijzondere ervaring dat we dit echt zijn geworden. Willem, tel. En bent u ook al lang bij de club om de prijzen te winnen? Ja, ik schiet al jarenlang met het team mee en het is gewoon heel leuk om dat met z'n drieën te kunnen doen. En ook eigenlijk wel bijzonder dat we alle drie gewoon drie houdingen goed beheersen. En dat maakt ook gewoon dat we daarin gewoon in de top van Nederland goed mee kunnen doen. Sportvrouw van de gemeente Helleloon 2014, Sherry Veldhuis. Charisse is voor de staat tweede, maar moet al vierde zijn. Achter een volgende keer verkozen voor sportvrouw van het jaar. Een dergelijke verkiezing is alleen mogelijk als er sprake is van minimaal hetzelfde of hogere prestatie. Waren de hoeveelheid titels in 2013 al zeer aansprekend, in 2014 heeft ze deze presentatie weten te overtreffen. Charisse, gefeliciteerd. Dankjewel. De vierde keer alweer, hè? Dat is wennen. Ja. Nee, dat is niet winnen. Nee, maar elke keer is het wel weer apart en elke keer is het weer mooi om te krijgen. En elke keer is anders. Hoe anders was deze keer dan? Ja, je hebt een ander jaar. En zoals, ja, elk jaar is anders en ook weer met een nieuw team en dat soort dingen. Dan, je krijgt elke keer nieuwe mensen erbij in en dan is het toch maar elke keer weer knap dat we wel elke keer de titels behalen. Was er een moment geweest toen je hier binnenstapt vanavond dat je dacht van nou, het gaat hem vanavond niet worden. Ik heb al zoveel gewonnen, laat het maar over aan een ander. Ja, tuurlijk. Er staan er nog twee naast mij die ook hartstikke goed gepresteerd hebben. En dan is het toch altijd maar weer afwachten. De sportman 2014 van de gemeente Hellendoorn is geworden Jeffrey Hoogland. Tot sporttalent van het jaar als fietscrosser gaf al aan dat er hoge verwachtingen waren als het gaat om zijn sportprestaties in seniorenklassen. Jeffrey heeft in 2013 de overstap gemaakt van fietscross naar baanwielrennen en maakt de verwachtingen in deze mondiale sport volledig waar. Jeffrey, gefeliciteerd man. Dankjewel. Ja, voor het eerst gewonnen, die bokalen, Jan, hoe voelt hij? Ja, dat voelt mooi. Dat voelt een stuk waardering voor een goede weg waar ik mee bezig ben. Ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. Het hoogtepunt van afgelopen jaar toch wel die wereldbekeroverwinning, hè, in Londen. Ja, zeker, zeker. Dat was een soort van heel onverwachts, maar toch wel waar je naartoe traint, waar je op hoopt en wat eruit begint te komen. Dat is heel mooi.